Hallo allemaal, we zijn hier met Jai TV en bij de Opa Biep. En we gaan hier kinderen interviewen. Wat voor boek vind jij het leukst? De dagboek van de muts. Wat voor boek vind jij het leukst? Leven van de loser. Wie bent u? Ik ben Emma en ik werk hier als jeugdbibliothecaris in de bibliotheek. Hoeveel boeken zijn hier ongeveer? Goeie vraag. Dat is al een keer eerder gevraagd. Volgens mij rond de 10.000. Dat is veel. Vind je de bieb heel mooi en leuk? Ik vind deze bibliotheek heel erg leuk om te werken. En ik vind hem ook heel erg mooi omdat het lekker licht is. En niet zo hoge boekenkasten. Dus ik vind het een hele fijne plek. Wat bedoelt u met licht? Nou, heel veel je ziet wel eens van die bibliotheken die heel donker zijn. Hè? En heel met donkere boekenkasten en ijzer. En hier is gewoon lekker licht hout en veel zonlicht. Heb je ook andere baantjes gehad? Ja, ik heb als cashier in een supermarkt gewerkt. Eigenlijk ben ik ook begonnen in de bibliotheek en zo ben ik een beetje blijven hangen. Dus dat was een bijbaantje. Ik begon met boeken opruimen als opruimhulp. En nu werk ik hier. En we waren in de Opa Biep en we gaan weer naar de Neptunusschool. Doei, dit was de Opa Biep. Doei!